Vandaag is het de internationale dag van de witte stok. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan het leven met een visuele beperking. Vandaag liepen gemeenteraadsleden blinden en slechtzienden van de stad Schouwburg naar de Martinitoren. Deze route werd niet zomaar afgelegd. Iedereen liep hem met een witte stok en zonder zicht. Ik ken de stad heel goed en ik wist ook wat we gingen lopen. Maar om je te oriënteren, om gewoon recht te lopen zonder dat je je ziet, is echt al heel erg moeilijk. En er staan er allerlei obstakels, een fiets en een bord en een bankje ineens, waarvan ik niet wist dat er een bankje was. Dus dat is echt heel bizar. Echt respect voor de mensen die slechtziend zijn en blind. Want het is behoorlijk moeilijk om met zo'n bril op goed de weg te vinden. Helemaal als er een heleboel fietsen staan, daar struiken we wel makkelijk over. Dus heel voorzichtig hebben wij gelopen. De gemeente heeft plannen om voortaan stadsbussen te weren uit de binnenstad. Deze plannen zijn voor blinden en slechtzienden allesbehalve leuk. Dat houdt in dat het voor de blinden en de slechtzienden moeilijker wordt om het centrum te bereiken. De belangen van onze doelgroep, mensen dus die blind of slechtziend zijn, die een stok gebruiken, die belangen komen niet erg goed over het voetlicht over het algemeen. En om die reden is het erg van belang dat wij daar aandacht aan besteden. Want anders dan gaan deze plannen gewoon door. En dat gaan ze nu waarschijnlijk ook wel, maar op een misschien wat afgezwakte wijze. Wat de uiteindelijke oplossing wordt, is nog niet bekend. Maar raadslid Anne Kuik heeft er al wel ideeën over. Denk aan busjes of iets dergelijks. Toch dat er vervoer in de binnenstad blijft voor deze mensen, voor deze groep. Omdat we willen dat ze juist ook in deze binnenstad kunnen zijn. Dat het toegankelijk blijft. De dag van de witte stok vindt ook volgend jaar weer plaats op 15 oktober.